In WOP-verzoeken staat zwart op wit hoe wij belogen en bedrogen zijn. En ik geef een paar citaten. De coronacommunicatie moet net zo irritant worden als de wasmiddelreclame. We moeten ze een worst voorhouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zullen zijn. De basis voor grondrechtenbeperking is wankel, maar dat zeggen wij niet. Voor het sluiten van scholen is geen enkele inhoudelijke of wetenschappelijke onderbouwing. Helpend kan zijn om meer emotioneel te laden en koppelen met wat er kan gebeuren met mensen die je lief hebt. Dan gaan alle papa's en mama's dood. Het is weerzinwekkend, maar voor dit soort leugens en de spindokters die ze verzinnen, mogen wij opnieuw diep in onze buidel tasten. En wat vindt de minister nu eigenlijk van deze uitspraken van zijn ambtenaren? En voelt hij zich daar enigszins verantwoordelijk voor? En kan de minister aangeven hoeveel geld volgend jaar uitgegeven wordt aan de coronamaatregelen en hoeveel voor de beeldvorming?